Goedemorgen, we zitten in de bus. Ik heb net ontbeten met een omeletje en fruit en we zijn onderweg. Waar gaan we heen, Jen? Naar het Regenfontein. En waar zijn we nu? Welke stad zijn we nu? Rome. Rome? Oh. Oké, Rome is instant liefde. Luca en Pisa was leuk hoor, maar dit is ongelooflijk. Je stapt gewoon letterlijk de geschiedenisboeken in. Wauw. We zijn jammer genoeg de Trevi-fontein aan het renoveren. Maar wauw, wat is dit indrukwekkend. Dit alleen al, weet je wel. Laat staan als het helemaal perfect en af is. Wauw. Doe maar, Jen. Nee, met je linkerhand over je rechterschouder. Ja, ja. Nee, over je rechterschouder. Linkerkant. Zo, schuim moet je gooien. Oké. Doe maar. Yeah! Stefan gaat ook, daar komen we samen terug. 1 muntje is dat je terugkomt, 2 muntjes is dat je gaat trouwen en 3 muntjes is dat je gaat scheiden. Maar we willen samen terug, dus daar gaan we voor. Go! Ja, die ging niet in het water. Zo niet hoeft ook niet, normaal zie je ook water. Oké. Samen in het water. Double tap. Boom. Dit is het Pantheon. Pantheon betekent alle goden. Het is het enige gebouw in Rome wat intact is gebleven. En elke pilaar is gemaakt uit 1 stuk marmer. My oh my, Rome. Oh, het is glorieus. Glorieus is het enige juiste woord voor Rome. Yo, dit gebouw is 1900 jaar oud. En dit is de originele vloer. Dit is gewoon 1900 jaar oud. Mind is blown. Ongelooflijk. Go Rome. Yo, we hebben echt net pas een paar dingetjes gezien in Rome, maar ik ben nu al aan het happen naar adem, letterlijk adembenemend, van de schoonheid, de geschiedenis. De laatste keer dat iets me zo raakte, dat was de olifanten en Gio Jaco. Ah, Rome. Love it. Mensen zitten me nu heel gek aan te kijken. I don't care, ik ben zo enthousiast. We zijn nu bij de Piazza Navona. Rome, come on. Even serieus. Het is echt prachtig. Wauw. Oh, hey, een Colosseum. Boom. We gaan het Colosseum in. Holy schmeckers. We gaan de arena in. We gaan de arena in. Gewoon voordringen, bam. Bam. Kijk hoe indrukwekkend dit is. Wat je ziet, dit is zeg maar eigenlijk de onderkant. Hierbovenop lag een houten vloer voor de gevechten met heel veel zand om het bloed op te vangen. Dit wat je ziet hier, dit waren de kooien onder de arena waar ze de dieren en de gladiators hielden. Hier passen dus 75.000 mensen in. Het was gratis voor het volk. Yes, he's being a nice guy. Brood en spelen. Dit is indrukwekkend. Wauw. Iedereen krijgt lasagne. A.k.a. een groot brok stuk deeg. En aangezien ik vegetarisch ben, heb ik lekker een omeetje met salade. En ik vind dat voor mij echt veel lekkerder uitzien. We zijn nu in de kerk van Sint Peter. Als ik het goed zeg. En je mag dus filmen. Je mag zelfs flash gebruiken. Het is gigantisch, joh. Oh, wauw. Kijk dat licht. Ze hebben dus blijkbaar hier het lichaam opgebaard liggen van de 23e paus. Ik ben niet gelovig, forgive me, als je dat wel bent. Maar het is dus letterlijk zijn lichaam. Nee, dat ga ik je niet laten zien, maar je mag naar mijn reactie kijken daarop. Oh, hij ziet er een beetje uit als een wassen figuur. Dat is oké. Hij is vrij kort, moet ik zeggen. Interesting. Dit is ziek mooi hoor. Ook als je niet
heel religieus bent zoals ik. Ik geloof gewoon dat de grondslag van elke religie liefde is. Dus waarom zou ik niet liefde mijn religie maken? Maar als kunst, dit is zo mooi. Dit is de troon van de paus. Supermooi. Holy schmeckers. Dit is dus geen schilderij, maar een mozaïek. Zie je dat? Zie je al die kleine steentjes? Ongelooflijk. Weet je hoe groot dit is? Gelato time! En deze keer is de pistache meer dan goed gekeurd. Super lekker. Er stond echt pistachio alla Sicilia. En op Sicilië hebben Stefan en ik de aller lekkerste pistache ijs gegeten. Sicilië, daar zijn we trouwens aanstaande vrijdag. Zo lekker. Wij zijn weer terug op het schip. Dit heb ik trouwens aan. Een rode jurk die ik heb gekocht in Hongkong. En mijn zilveren schoentjes uit Taipei. En sokken die ik in Korea heb gekocht. Wij gaan nu naar een lounge die bij onze kamer hoort. Om daar gewoon even te chillen en wat te eten. Kijk, dit is een lounge die bij onze kamer hoort. Daar mogen we gewoon in. En dan kan je dus gewoon chillen. Het is een soort woonkamer idee. Daar heb je ook een soort bar met eten en drinken. We hebben nog wat tijd over voor het eten. En ik ben weer eventjes in bad gegaan. Dit bad is zo chill. Ik heb even snel iets aangetrokken om te gaan eten. Het is het gestreepte jurkje die ik in Xi'an in China heb gekocht. De ketting die ik in Hongkong heb gekocht. Schoenen zijn van Zara. En de tas is ook uit Hongkong. We staan in de lift voor het avondeten. En wauw, wat een prachtig uitzicht. Oei. Dit is echt heel cool, deze lift. Mijn voorgerecht deze avond is de pompoensoep. Jenny en ik hebben hetzelfde hoofdgerecht besteld. Dat is ravioli met pompoen. Super lekker. Het toetje is passievrucht en cheesecake. Yummy. Niet lekker? Yo, Roma was vet. Ik weet niet, misschien omdat pizza... Ja, pizza was mooi hoor, daar niet van. Maar ik vond Roma gewoon adembenemend. Zo mooi, zo mooi. Ik moet het gewoon nog een keer zien. Het stond al sowieso op mijn bucketlist. Heb ik nu in ieder geval gezien. Maar ik wil het nog een keertje op mijn eigen manier zien. Gewoon even een iets rustiger tempo. En gewoon lekker ergens op een terrasje in Rome zitten. En mensen kijken. En, oh, het was prachtig. By the way, ik moet echt even normaler gaan eten. Want dit is voor mij echt een mega verleiding. Echt overal super, super lekker eten. En je bent op vakantie, dus... Weet je, daar ben ik helemaal niet zo van het clean of zo, maar ik begin steeds minder lekker in mijn vel te zitten, minder energie, bla bla bla. Dus ik ben vandaag, nou ik ben de afgelopen paar dagen al een beetje bezig geweest, dus je ziet steeds langzamer, ziet cleaner worden. Ik heb het ontbijt nu, heb ik nu opgeschoond. Lunch ging vandaag ook wel goed, maar dan heb ik een ijsje en dan, ja, dan denk ik, ach, whatever, kan ik gewoon nog voor de rest allemaal dingen eten. Ik ben ook maar één keer op vakantie en bla bla. Maar weet je, het kan ook best wel even wat minder. Dus ik ga morgen proberen om het nog beter te doen dan vandaag. Even kijken hoe ver ik kom. Dankjewel dat je er vandaag bij was. Als je geabonneerd bent, dan gaan we morgen samen op excursie naar Pompeji. En de beste pizza in Napels zoeken natuurlijk. Hello. Als je nog niet geabonneerd bent, denk je, yo, wat? Pompeji? Beste pizza van Napels, klik dan hier om je te abonneren en dan krijg je automatisch alle toekomstige video's binnen. Mocht je zoiets hebben van, ja, waar ben je gisteren geweest dan? Dan kan je, ja, hier, kan je hier klikken en dan zie je de aflevering van gisteren of de afspeellijst van de Travelvlog, zodat je alle reizen kan bekijken. Dankjewel voor het slapen. Dankjewel voor het kijken. Welterusten. Tot morgen.